Ik wil even iets serieus zeggen. Daarna ga ik dan ook een paar grappen maken. Maar eerst dit. Eugenima werkt nu al 5 jaar, dag in dag uit, om de situatie van jongeren in Kenia te verbeteren. En het programma is een enorm succes en daarom zijn we hier allemaal vanavond en dat gaan we vieren. In Kenia leven duizenden jongeren op de straat en ze moeten fruit verkopen en brandhout en soms zelfs zichzelf om hun broertjes en zusjes te kunnen onderhouden. En dat zijn ellendige omstandigheden, zonder ouders, zonder eten. Maar wat zij wel hebben is een hele gezonde nieuwsgierigheid en een enorme wilskracht om er iets van te maken. Wat ze dan ook nodig hebben is een kans. En Eugenima geeft ze die kans. Aan het einde van dit jaar hebben ruim 2000 kinderen toegang tot basisonderwijs, gezondheidszorg en goede huisvesting. Maar nog veel belangrijker is dat ze een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen. De mensen in Kenia, Mark, Michiel, Robby en Charles en de teams hebben ontzettend hard gewerkt om dit allemaal mogelijk te maken. Maar ook de mensen hier zetten zich enorm in om Eugenima de naamsbekendheid te geven die ze verdient. Vanavond elk biertje wat jullie drinken, elk dansje wat jullie wagen, is voor Kenia. En daarom, nou, dat is al een heel goed gevoel. Er is alleen één een beetje nare mededeling, maar ik vind dat we daar niet te lang bij stil moeten staan. We kunnen niet varen. Er is namelijk te veel wind. We hebben alles geprobeerd, maar de boot is heel hoog, heb ik mij laten vertellen. En het gevaar dat we een kapseizen is heel erg groot. We willen er geen Titanic van maken hier vanavond. Als jullie weggaan van dit feest, krijgen jullie allemaal nog een klein eitje, dus een cadeautje. Let op mensen, Nederlanders, een cadeautje, gratis, bij de garderobe. Ik wens jullie ontzettend veel plezier. Dans, chance en drink voor Eugenima. En laten we allemaal het glas even op onze hand heffen, als je geen glas hebt. Proost!